Het sociaal contract dat de regering Bouterse-Amirali in 2010 startte met het volk, wordt onverkort voortgezet door de regering Bouterse-Adin. Dat zei president Desi Bouterse vandaag tijdens de begrotingsbehandeling in DNA. Het staatshoofd vindt dat ondanks de crisis in Suriname, de regering tot nu toe in staat is geweest dit sociaal contract in stand te houden en het volk bij te staan. 30% van de uitgaven van de overheid hebben daarom een sociaal karakter, hield de president het parlement voor. Ondanks een periode van diepe crisis, de regering was in die periode genoodzaakt de sociale programma's aan te passen. Desondanks heeft thans meer dan 30% van de overheidsuitgaven één sociaal karakter. Ruim 30% van onze uitgaven heeft doorgaans één sociaal karakter. De regering erkent haar verantwoordelijkheid om de zwaksten te beschermen in zware tijden. Het is om deze reden dat de regering diverse besluiten niet marktconform heeft doorgevoerd, wetende dat onze ondernemersklasse en de werkers dit niet zouden kunnen dragen. De regering heeft koopkrachtversterking gegeven aan werkenden. Tevens blijft de regering een studentenfaciliterend beleid voeren gericht op onze toekomst, onze toekomstige kaders. Volgens president Bouterse gaat de economie van Suriname de goede kant op, dankzij het gevoerde financieel beleid. Het economisch beleid, mevrouw de voorzitter, is gericht op diversificatie. Is gericht op importvervanging en het aanboren van nieuwe exportmarkten. De regering neemt verschillende fiscale en monetaire maatregelen die tot stabilisatie leiden en maatregelen die verder aan economische groei bijdragen. Het is bemoedigend te vernemen, mevrouw de voorzitter, dat het vreemde valuta kasreservebeleid van de Centrale Bank van Suriname in nauw overleg met de Surinaamse bankiersvereniging is aangepast op het niveau van internationale standaarden. President Desi Bouterse vandaag in het parlement. Hij deelde het college mee dat het sociaal contract met het volk onverkort doorgaat. Ook de economie ziet er volgens hem goed uit.